Nou, ik wou beginnen met iets algemeens, even de doelgroep, hè? Want jullie zijn nu zo rond 13, 12, 13 jaar of zo, 13, 14. En dan moet ik even zeggen voor wie er wat mee kan. Wat ik nu ga vertellen allemaal, dat kun je alleen maar toepassen, kun je alleen maar echt doen wanneer er wel wat in je leven is gebeurd, dat je een keuze hebt gemaakt. En daar ga ik het eerst even over hebben, want als je dat niet hebt gedaan, als je geen keuze hebt gemaakt waar ik het nu over ga hebben, dan hoor je allerlei dingen die wel mooi zijn, maar dat je, ja, die kun je eigenlijk niet toepassen echt goed. Kijk, ik zal je vertellen wat ik bedoel. Zo, kijk, dit ben jij en ik, zo hè, zo. En dit is de toekomst. En nou is het zo dat niemand weet wat er voor je ligt, hè. Je weet nog niet wat er over een minuut gaat gebeuren. He, meestal gebeurt er niet zoiets bijzonders, maar je weet niks. He, dus eigenlijk loop je allemaal met een soort van blinddoek voor, zo, de toekomst binnen. En dat is heel vervelend, want je kan allerlei plannen maken, maar je weet eigenlijk niks. Ja, je kan kijken wat een ander allemaal doet en wat iedereen doet en zo. He, maar het kan wel eens gebeuren dat je dan hele verkeerde keuzes maakt. En daarom zei Salomo, de hele wijze man was dat, die zei 3000 jaar geleden al, zei hij van, ik zal het even voorlezen wat hij zei, er staat in Spreuken namelijk, er staat dit, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Want dat heb je helemaal niet, hè? Je hebt geen inzicht. Dus wat Salomo zegt, wie heeft het inzicht wel? Ja, dat is de Heere natuurlijk. Die weet precies wat er voor je ligt, die weet alles. En die weet ook precies wat er in je, leeft, hè, wat voor aanleg je hebt en wat je allemaal alle mogelijkheden die je hebt en zo, wat precies wat bij je past. En daarom zegt Salomo, jongens, vertrouw niet op je eigen inzicht, want dat heb je helemaal niet. En je moet op de Heere vertrouwen met je hele hart. En dan zegt hij er nog wat bij. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. En dat betekent van, betrek hem bij alles wat je doet. Ga alles, doe alles samen met de Heere. Dan maakt hij je pad recht. Dan zorgt hij ervoor dat je leven niet bederft. En dat je leven een mislukking wordt en een puinhoop. Want als je om je heen kijkt, dan zie je heel wat levens een puinhoop worden. Hè? Dat weet je toch ook wel, hè? Huwelijken en nou ja, de wereld is vol met allerlei ellende. Maar als je de Heere betrekt bij alles wat je doet, dan komt ook al het mooie wat je in je leven hebt, dat komt allemaal tot ontplooiing ook. En ik zeg dit omdat wij doen het al, ik leef al 50 jaar zo. Dat ik echt de Heer betrek bij alles wat ik doe. Dus 50 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Toen was ik 27. Ja, langer doe ik het al. En toen ik mijn vrouw ontmoette, doen we het al 40 jaar, leven we zo. En we hebben 3 kinderen en die leven ook allemaal zo. En dat is zo leuk, want daarom kan ik echt met mijn hele hart zeggen, jongen, doe dat nou ook, want dan bederf je leven niet. Dan wordt je leven echt zoals God het bedoeld heeft, snap je? En dan gebeuren er dingen die je zelf nooit had kunnen bedenken. Zelf ben de hele tijd bloemeninpakker geweest, hè. En in die tijd dat ik bloemeninpakker was, had ik veel vrije tijd en deed ik ook kinderwerk en jeugdwerk en zo. En toen kwam de EO, even heel eens omroep, en toen mocht ik kinderprogramma's gaan maken bij de EO. Heb ik heel lang gedaan, kinderprogramma's maken. Nou, had ik nooit gedacht dat ik nou mijn eigen plannen had gemaakt, was ik nooit op het idee gekomen om ooit bij de EO te komen. Maar de Heer die opent dan een weg en dan gebeuren er dingen, dan gaat hij precies alles wat je hebt geleerd en wat je kan, dat weet hij precies wat precies bij je past. En toen ging die deur open en als de Heer een deur opent, is er niemand die hem sluiten kan. En toen kwam ik zo bij de EO terecht. Toen mocht ik een heel nieuw vak leren, toen was ik 40. En toen kon ik kinderprogramma's gaan maken. Nou, dat wil ik jullie zeggen. Dat dit is de manier waarop je leven moet. Als je dat niet doet, als je je eigen weg kiest, dan wordt je leven een grote puinhoop. Ook wat betreft de dingen waar we vanmorgen over gaan hebben. Snap je dat een beetje? Kun je dat een beetje volgen? Dus je hebt al een spinnetje in je hoofd wanneer je denkt, nou ja, ik weet het beter dan de Heere, hè? Maar die weet veel beter wat goed voor je is dan dat je jezelf kunt bedenken. Nou, dit moet eerst in orde zijn als je zo leeft.
En dan mag je mee beginnen, want jullie zijn nu op een leeftijd dat je echt kan kiezen. En mag kiezen. En de Heer die wil je daarbij helpen. Dat is ook, daarom zit je ook hier natuurlijk. Hè, om je dat duidelijk te maken. Dat je dit gaat doen. En toen ik voor het eerst mensen ontmoette die zo leefden. Ik denk, joh, dan was ik 27 denk ik. Was ik al. En toen denk je, hoe word je dan zo? Hè? Dat je het echt heel, met heel veel plezier doet. Want ik kwam op een weekend en toen ontmoette ik voor het eerst mensen die zo leefden. Arne van der Bijl, heb je al van Arne van der Bijl gehoord? Een man die heel lang geleden, 15 jaar geleden, ging die achter de ijzeren gordijn, was het toen nog, ging die naar Rusland en Siberië met een volkswagentje, ging die bijbel smokkelen en zo. Hè, die deed dat, nou, die vertelde dingen op dat weekend. Denk je, oh, is het mogelijk hè, dat hij zo met de Heere leeft, hè? En toen dacht ik bij mezelf, hoe word je nou toch zo? En toen ging ik in de Bijbel, voor het eerst ging ik toen echt in de brieven lezen, de Bijbel en zo. En toen kwam ik iets tegen, denk, nou dat was het hè. Dat is het tweede wat ik zeg. En als je dat toepast, dan kun je ook goed uit de voeten met datgene wat ik je vanmorgen allemaal ga vertellen. Kijk, ik zal nog een tekeningetje maken. Dit is een wegwijzer, zo. Wegwijzer. En dit is de weg die goed is, hè. Dat is Gods weg die voor je heeft. En was ik dit, zo, toen ik op dat weekend kwam, voor het eerst op dat weekend kwam. Zo. En dan zag ik dat. Hè, van ik moet die kant op. Hè, dat zag ik bij al die jongens en meiden ook. En ook bij die Arno van der Bijl en zo. Denk je, hoe word je nou? Want bij mij, ik had zin in heel andere dingen namelijk. En ik wist wel dat als ik die kant op ga. Ja, dat is natuurlijk niet zo best. Hè, dan kom je helemaal verkeerd terecht. Ik moet die kant uit. Maar ja, als het van binnen, als je zin hebt om die kant uit te gaan. En je moet aan die kant uit. En je gaat het proberen, dan lukt het natuurlijk niet. En daarom vertel ik het nu. Dat alles wat ik straks ga vertellen, denk ik, nou, die kant moet je op. Maar als je merkt dat je die andere kant op wil, ja, dan werkt het niet. Maar toen kwam ik in de Bijbel, las ik toen. Op een gegeven moment ben ik gaan lezen. Hè, en als je Bijbel leest, dan zijn er heel veel dingen die je niet begrijpt, hoor. Als je begint. Hè, maar dan moet je net doen als we het appels eten. Als er allemaal appels zo op een schaal liggen, op een dingetje. Dan eet je niet de onrijpe appels op. Maar dan zoek je de rijpe appels op, hè, die eet je op. En die andere laat je liggen, want die worden later wel weer lekker. En zo met Bijbel lezen ook, dan lees je heel veel dingen die je nog niet snapt. Maar die denk je, nou die laat ik maar liggen, die zal ik later wel snappen. Maar je leest ook allerlei dingen die je wel snapt. En die zijn dan net voor jou bestemd. Zo ging ik in de Bijbel lezen. En toen kwam ik bij een tekst in Hebreeën. Ik snapte heel veel dingen in de Hebreeënbrief niet. Ja, dat zijn allemaal brieven hè, in het Nieuwe Testament. Dat had ik nog nooit echt gelezen toen ik 29 was, hoe is het mogelijk. Maar toen ben ik het allemaal door gaan lezen. En toen kwam ik zoveel dingen tegen die ik wel begreep. En toen kwam ik in Hebreeën 10, kwam ik een tekst tegen, ik zal het even opschrijven. Hebreeën 10, vers 16. En wat las ik daar? Dat God een verbond met je wil sluiten, waarbij die je hart zo verandert, dat je zin krijgt om de goede weg op te gaan. Dat je er zin in krijgt. Ik denk, nou, dat is bij die jongens en meiden gebeurd, hè. Die hebben dat aan de Heer gevraagd, die hebben een verbond met God gesloten. En toen heb ik dat ook gedaan. Heb ik ook toen ik dat las. Ik denk, nou heren, ik leef maar één keer. En die ene keer dat ik leef, wil ik echt de goede kant op gaan. Net als die jongens en meiden op dat weekend. Maar dan moet in mijn hart wel zo veranderen dat ik er ook zin in krijg. En dat ik het ook kan. En dat ik het ook snap. Waarom? Want er staat in dat stukje van Hebreeën 10. Vers 16 staat dat. Even kijken, Hebreeën 10 vers 16. Daar staat dit. Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en die ook in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Nou, dat is het, hè. Dan alles wat ik verkeerd gedaan heb vroeger, daar gaat de streep doorheen als ik in het verbond kom. En dan legt God zijn wet in mijn hart, verandert hij mijn hart zo dat ik er zin in krijg, dat ik het ook begrijp. En toen gebeurde er dit, moet je kijken. Zo. Zo. En nou staat die pijl die kant op. En het is al 50 jaar zo nu. En elke ochtend maak ik daar gebruik van. Elke ochtend vraag ik, Heer, wilt u ook vandaag uw wet in mijn hart leggen en ook in mijn verstand schrijven, dat ik het ook weet. Hè, dus dat, ook, dat ik niet mijn verstand op nul hoef te zetten om het te doen. Maar dat ik echt zin krijg om de goede weg te gaan. En de Heer die wil dat.
En die twee dingen die moet je onthouden hoor. Dat je zegt, nou deze kant moet ik op. He, ken hem in alles wat je doet. En vertrouw niet op je eigen inzicht, want dat heb je helemaal niet. En de Heer wil je hart zo veranderen dat je niks liever wil. En dat je het ook begrijpt waarom. Nou, dat wil ik eerst even zeggen. Als dat in orde komt, hè, dat als deze ochtend zegt, nou, dat wat je allemaal vertelt, dat wil ik ook zo toepassen in mijn leven, want ik leef maar één keer. Dan moet je zorgen dat deze twee dingen in orde komen. Hè. Moet je echt aan de Heer vragen, want die wil niks liever. Daarom zit je hier. Niet voor niks hoor, dat je hier zit. Nou, is dat zo duidelijk? Ja, ik kan nog veel meer dingen over zeggen hoor. Maar als het maar duidelijk is, dat je weet van hoe je leven echt kan veranderen. Hoe de Heer wil dat je leeft. Want jullie zijn allemaal kinderen van gelovige ouders. He, dus de Heer die wil niks liever om dat verbond, om dat echt werkelijkheid te maken. Dit is het verbond wat God met je wil sluiten. Dat hij zijn wet in je hart legt en in verstand schrijft. Nou, de duivel zit natuurlijk ook niet stil. Hè? En de duivel die probeert jullie allemaal te pakken te krijgen. Jongens en meiden. Vooral op jullie leeftijd. En als er één terrein is waarop de duivel het voor elkaar krijgt, dan is het wel op seksueel gebied. Nou, de duivel is net een hengelaar. Zo. Een hengelaar, dus de hengel zo. En de hengel zit, en hij zit bij het water zo, hè. Zo. En dan zwemt hier een karper. En die hengelaar die wil die karper natuurlijk krijgen. Wat doet hij dan? Dan heeft hij hier een hengel en heeft hij hier een aardappeltje, precies gesneden op de bek, op de maat van de bek van die karper, hè. Maar er zit natuurlijk een haak in. En die hengelaar denkt, nou, kijk of hij erin hapt, hoor. En ja, hoor, die karper die ziet dat aardappeltje, denkt, hé, dat is voor mij, past precies in mijn bek. Dus die hapt en dan zit hij eraan vast. Nou, dat doet de duivel ook, hè. Die heeft voor jullie allemaal zo'n aardappeltje. Voor jongens heeft hij een aardappeltje, zo. En voor meisjes heeft hij een aardappeltje. Jammer dat er nog geen meiden zijn, maar dan weet je het ook precies, hè, van hoe de duivel meiden vangt. Nou, hoe vangt hij nou? Jongens, dat doet hij met porno. En meisjes, nou, dan moet je niet lachen, maar weet je hoe die meiden vangt? Met welk aardappeltje? Met verkering. Verkering. Ik zal je straks wel uitleggen waarom dat het zo is. He, van, al die meiden willen, als ze een jaar of 10, 12 zijn, willen allemaal verkering namelijk. Niet om te trouwen hoor. Weet je waarom? Dat ze allemaal verkering willen. Omdat al die andere meiden die zeggen, joh, je moet verkering hebben, dan kun je zoenen. Zo lekker is dat, zoenen hè. Ja, al die meiden willen zoenen tegenwoordig. Nou, ik zal je vertellen wat daar het gevolg van is. Dat is zo leuk, zo interessant en zo spannend en aantrekkelijk voor meisjes. Dat al die meiden die trappen er bijna in. Want als ze geen verkering hebben, ja, dan pas je er niet bij. Nou, dat is abnormaal, hè? Want al die meiden hebben zogenaamd verkeringen. Nou, ik zal je straks vertellen hoe gevaarlijk dat is. Maar nu voor die jongens, hè, dat zal ik je even vertellen. Hoe de duivel werkt. Kijk. Het is heel goedkoop papier, hoor. Dus het is niet erg om een velletje te gebruiken. Kijk, moet je kijken. Dit is een jongetje. Zo. Dit is een jongen, zo. En dit is een meisje. Zo. Zo. Nou. Wat gebeurt er nou? Een jongen die is 10, 12 jaar, hè, of rond jouw leeftijd, misschien al een beetje eerder. En dat jongetje, die loopt op straat. En op een gegeven moment ziet hij posters van lingerie. Of van badkleding. Of van Axe. Weet je wel, van Axe, heb je wel eens van Axe gehoord? Dat zijn allemaal van die posters met die halfblote dames erop, hè? Nou, wat gebeurt er nou als dat jongetje ernaar kijkt? Hè, die ziet dat jongetje. En dat geeft een lekker gevoel. Hij merkt als hij daarnaar kijkt, dan geeft het een lekker gevoel. En hij denkt, verrek, dat is leuk. En de volgende keer gaat hij nog meer kijken naar, of er zijn nog meer van die posters, hè? En dan komt hij op school, ja, misschien niet bij jullie op school, maar meestal is het wel het geval. Hebben die jongens en die meiden, die hebben allemaal een iPod of een gsm'tje of een smartphone of weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. En met internet, hè, met internet. Met internetaansluiting. En daar ziet hij ook naar allerlei dingen op natuurlijk. Hè. Dan kan hij nog veel mooiere dingen zien dan alleen maar die posters.
Ja. Dus dat lekkere gevoel, dat is seksualiteit hier. Dat lekkere gevoel, dat is seksualiteit. Mijn pen lekt weer een beetje, even zo. Kijk, en jongens, die moeten dat weten. Want seksualiteit, dat is de sterkste kracht in je leven. Dat is niks sterkers, is een soort van energie is dat. Het is vreselijk sterk is dat. En het is net benzine. Energie, hè? Ook benzine is ook energie, hè? Nou, als energie in een tank zit voor een auto, dan heb je er alleen maar lol van, hè? Prima, benzine. Blij dat er benzine is. Maar als je het de vrije loop laat, benzine, buiten de tank, nou jongens, dat is levensgevaarlijk, hè? Dan kan het ontploffen, het kan in de brand vliegen en het is onbeheerlijk. Je kan het niet meer beheersen. En dat is met seksualiteit ook zo. Seksualiteit is goed, net zo'n benzine is goed, maar je moet het wel goed gebruiken. En als je als jongetje zegt, oh lekker om naar te kijken en je gaat het allemaal zoeken, dan op een gegeven moment ben je er zo aan verslingerd en dan gaat je seksualiteit, dat gaat zich ontwikkelen, net zoals benzine, het wordt steeds sterker en op een gegeven moment kun je niet meer beheersen. Dan vliegt het alle kanten op, zo, en dan ben je seksverslaafd en wat daar allemaal het gevolg van is, dat wil ik je wel, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Maar jongens, dit is, daar moet je heel erg mee uitkijken. Dat moeten ze je vertellen. Ik weet niet, hebben ze dat wel eens tegen je gezegd al? Dat seksualiteit, dat lekkere gevoel wat je krijgt als je naar van die posters kijkt, dat het seksualiteit is. En dat het de sterkste kracht is in je leven. En dat je dat niet de vrije loop moet laten, dat je het niet kunstmatig moet oppeppen. Want anders dan gaat het je hele leven beheersen. En dan kun je dat niet meer beheersen en dan maak je brokken, man. Je eigen leven gaat eraan kapot en ook het leven van anderen op een gegeven moment. Kun je dat een beetje volgen? Als er iets is wat ik zeg wat niet duidelijk is, moet je het zeggen hoor. En wel helder, hè? Kun je wel begrijpen, toch? Of niet? Kun je wel begrijpen, toch? Nou, jullie zijn al wel stilletjes, hè? Maar goed, ik hoop maar dat je goed luistert. Ja, dat doe je wel. Maar nou, meisjes, hè? Meisjes die jongens die hebben de duivel die probeert je aan de porno te krijgen. Dus aan erotiek en porno en zo. Allemaal. Nou ja, je begrijpt wat nu wat ik bedoel. Met filmpjes en dingen op je iPod en internet en televisie. En naar alle kanten wordt het je opgedrongen. Je kan er bijna niet omheen. Overal kom je het tegen. En dan moet je weten, jongens, als ik daar echt naar ga kijken. En ik laat het allemaal binnen. Ik ga het allemaal downloaden in mijn hart. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja, dan is het niet meer te beheersen. En dan word ik een slaaf. En dan gaat het mijn hele leven beheren. En het overwoekert alles. Al die mooie dingen die je in je leven hebt, die worden ook allemaal daardoor bedorven. Omdat je, op een gegeven moment kun je nergens meer anders over aan denken dan dat. Nou, dus dat is porno, hè. Dat heeft u de jongens mee te pakken, porno. En nou de meisjeverkering, hè. Verkering. Nou, moet je ook weten, als jongen zijn, dan snap je. Want beiden zitten heel anders in elkaar dan jongens. Jongens die reageren, dat gaan ze ook nog even over hebben. Die reageren ergens op wat ze zien. Maar meisjes niet zo. Maar die reageren erg op aanrakingen, weet je wel, geknuffel en gezoen en zo. En wat gebeurt er nou als wij verkering krijgen, voor het eerst? En er is een handige jongen, die is al een beetje ouder, die weet hoe je zoenen moet en zo. En dan dat meisje, dat voor het eerst als ze dat ervaart, dat die jongen echt zoent. En dan gaat zijn jongen nog een beetje bij de naar binnen, met zijn tong en zo. En een meisje die vindt het zo, heerlijk wordt dat. Dan krijgt ze hetzelfde gevoel als die jongen als die naar die posters kijkt. Dan begint het bij een meisje pas. Voor die tijd had ze dat gevoel, dat was er wel, maar dat was niet actief, seksualiteit. Maar zo gauw als voor het eerst intiem gezoend wordt, dan gaat het werken. Dan krijgt ze precies hetzelfde als die jongen, zo. Zo'n lekker gevoel, en ze wil natuurlijk meer dan, hè, als je eenmaal een lekker gevoel hebt, dan wil je nog steeds meer zoenen en zo. En zo'n jongen, als hij een beetje ouder is al, die houdt niet op met zoenen alleen maar die gaat nog steeds verder, hè, die wil alles zien en overal aanzitten en zo. Van het een komt aan het ander en dat meisje vindt alleen maar heerlijk. Dat heeft ze nog nooit meegemaakt. Het gaat een hele nieuwe belevingswereld voor haar open. Nou, kijk, en als het een jongen is die echt met het trouwt later, dan is het nog niet zo verschrikkelijk. Maar als het een jongen is van, de jongen is ook misschien een jaar of 12, 13, 14, 15 of zo. Die denkt ook helemaal nog niet aan trouwen natuurlijk. Dus dan heeft hij alles al een beetje gehad van het meisje. En dan denkt hij, er zijn nog meer van die leuke meiden, joh. En die zegt, dag.
En dan blijft het meisje mooi zitten hiermee, hè. En weet je wat nou het is? Als dat meisje voor het eerst ervaart, dan wordt ze emotioneel ontmaagd, noemen ze dat. Krijgt ze voor het eerst iets wat ze voor die tijd nooit had. Wist ze niet dat ze dat had. En dan krijgt ze iets wat ze nooit meer kwijtraakt. En dat is die seksuele gevoelens. En ze raakt iets kwijt wat ze nooit meer terugkrijgt. En dat is haar ongereptheid. Haar onschuld, om zo te zeggen. Dat raakt ze dan kwijt. En dan moet ze maar mee leren leven. En omdat dat meisje die seksuele gevoelens, die zijn losgemaakt door de jongen. En dan gaat ze zoeken naar meer andere jongens weer. Hè? Want ze wil, ja, dat mist ze dan zo. Nou ja, van het een komt naar het ander. Nou ja, dan krijgt ze precies hetzelfde. En dan wordt het van die jongens gekker, die lopen achter alle jongens aan. We waren in Tiel pas geleden. We hebben ook een hele club van dit soort een beetje jongens en meiden allemaal bij elkaar. En er was ook een jongetje. En die was 12, zat in het eerste jaar middelbaar onderwijs. En daar logeerden we namelijk. En dat jongetje die vertelde tegen me van ja, er was een meisje in de klas en die had een gsm'tje, een sms'je gestuurd van wil je verkering met mij? Nou, hij denkt, nou ja, waarom niet, hè? Dus had ja gezegd. Maar ja, dat meisje verwachtte natuurlijk wel wat van die jongen, maar die jongen die wou helemaal niet. Dus zijn moeder, joh, maak het uit, doe niet zo stom, joh, dat is allemaal gespeeld. Dat moet je niet mee spelen, hè, met dit soort dingen. Dat moet je bewaren voor degene die het echt, ja, met wie je gaat trouwen later natuurlijk. En niet, nou goed, dus die jongen heeft het uitgemaakt gelukkig. Maar er was zo'n meisje in die klas, was ook 12. Nou, die wilde verkering, want die wou zoenen en nog meer en zo. Nou, dat was al een beetje een mannengek, een jongensgek. Nou, dat zijn de dingen dus waar de duivel op het ogenblik mee bezig is om je zover te krijgen dat je, ja, je seksualiteit helemaal verkeerd gaat gebruiken. Nou, is dat duidelijk zo? Nou, dan ga ik nu wat meer vertellen over die verschillen tussen jongens en meiden. Want dat moet je weten, want jongens zijn zo anders dan meisjes. En als je dat niet weet, nou, dan maak je ook brokken. Hè? Dan begrijp je er niks van. Hè? De meisjes begrijpen niks van jongens. En de jongens die begrijpen niks van de meisjes. Als je dat niet verteld wordt. Hè? Nou. Jongens, dat zijn net taarten. Weet je dat? Wist je niet, hè? De jongens net taarten waren. Ja, ze zeggen wel eens meiden zijn net taarten. Of oude taart of zo. Zeggen ze wel eens van vrouwen. En jongens zijn net taarten. Ik zal je vertellen wat ik daarmee bedoel. Moet je maar eens kijken. Een taart ziet er zo uit, hè? Zo. Dat is een taart, hè? Nou, een jongen, en dus op jullie leeftijd begint dat namelijk. Als jongen dan kun je jezelf in stukjes delen. Allemaal stukjes. He, dus je hebt een stukje voor school. En een stukje voor de sport. En een stukje voor je vrienden. En een stukje voor je gamen. En een stukje voor de club. En een stukje voor het gezin waar je in zit. En een stukje voor, wat nog meer... Voor je verzameling, postzegels verzamelen of zo. Nou ja, zo heb je heel veel stukjes. Hè? Ja, heel veel allemaal dingen die je doet. Hè? En een van die stukjes is dan, wat we het net over hebben gehad, dat begint dan een beetje op jouw leeftijd, hè? Dat is je seksualiteit. Hè? Zo. Dat is helemaal lek, joh. Dat is je seksualiteit. Het is al een beetje, ja, het begint allemaal te bloeden, ziet het. Maar goed. En nou is het zo dat al die stukjes, een jongen die kan al die stukjes apart gebruiken. Weet je wat autistisch is? Autistisch, dan ben je heel beperkt. Dan kun je, als je met één ding bezig bent, dan kun je nergens anders meer aan denken. En dan als anderen wat zeggen, dan raak je in de war. Hè, dan heb je net oogkleppen voor. Zo, hè. Dat is autistisch. Maar alle jongens zijn een heel klein beetje autistisch. Op een goede manier dan, hè. En dan bedoel ik dit mee, dat als ze op school bezig zijn, hè, dan, en ze doen het goed tenminste, dan zijn ze helemaal op school. Dan denken ze nergens anders aan, dan zijn ze op school. En zijn ze met de sport bezig, dan vergeten ze alles en zijn ze alleen maar bezig met de bal in het doel te trappen. Weet je wel, dan zijn ze helemaal daarmee. We moeten nergens anders aan denken, helemaal geconcentreerd op de sport. En als ze thuis zijn, hè, met vader en moeder en zusje en zo, dan zijn ze helemaal thuis. En dan denken ze niet meer aan die sport en denken niet, hè, dan zijn ze... Aan tafel met alle anderen. En zijn ze bezig met de vrienden. Dan vergeten ze ook al het andere. Zijn ze helemaal geconcentreerd op vrienden. En zijn ze bezig met een verzameling. Dan moeten ze niet zeuren. Hè, want is die bezig met zijn postzegels. En als ze achter zijn pc zit. Hè, dan moeten ze ook niet zeuren. Want is die met zijn pc bezig. En dan vragen ze wat aan hem. Niet zeuren. Helemaal, snap je? Al die stukjes die kan hij apart doen.
En ook zijn seksualiteit kan hij ook helemaal apart maken, de rest van de rest. Als je daarmee bezig is, dan is hij ook helemaal weg van de wereld. Snap je, als het verkeerd gaat. Maar dan denk je, nou, meiden die zitten toch ook zo in elkaar, die hebben toch ook al die afdelingen. Ja, maar dat zijn het schietschijven, meisjes. Kijk, ik zou je zeggen, nou, die hebben ook al die dingen, maar die zitten zo in elkaar. Snap je? Die zitten heel anders in elkaar. En die dingen kunnen ze niet van elkaar losmaken. En het meest intieme wat ze heeft, dat is haar seksualiteit. Hè? Of het nou nog slapend is, of dat het al wakker gemaakt is, maar dat is haar seksualiteit. Hè? Nou, zo zitten meisjes in elkaar. Nou gebeurt er wat. Hè? Nou gebeurt het zo dat de jongen, die ziet een heel leuk meisje en die wil verkering. En bij wil ook verkering natuurlijk, hè? Dat hebben we net verteld. Maar ja, dat wil ik wel. Een aardige jongen is dat. Dus, ze krijgen verkering en ze gaan aan het zoenen en zo. En er gebeurt van alles. En op een gegeven moment, een jongen die is al een beetje ouder. En die zegt tegen het meisje van, hou je veel van mij? Ja, heel veel, zegt het meisje. Hè? Oh, ik wil je wat vragen, zegt die jongen. Maar ik durf het haast niet. Wat wil je me dan vragen, zegt ze. Nou, ik zou graag een keer met je naar bed willen. Naar bed willen? Wat bedoel je? Nou, toen ging die jongen uitleggen wat hij bedoelde. En toen zegt het meisje, joh, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. We kennen elkaar nauwelijks. We kennen elkaar nog maar pas een maand. Nou, maar je houdt toch van me, zegt die jongen. Ja, zegt het meisje. Nou, wat let je dan? En nou, weet je wat er nou gebeurt, hè? Wat gebeurt er nou? Nou, denkt dat meisje, die denkt dat die jongen net zo is als zij. Kijk, en als het meisje met die jongen naar bed gaat, als ze haar seksualiteit geeft, dan geeft ze het meest intieme wat ze heeft. En dan denk je, nou, als je seksualiteit geeft, dan geef je helemaal. He, want dat kan je niet losmaken van de rest. Dus als ze dit geeft, dan geeft ze zich helemaal. Maar die jongen, dat weet ze niet. Maar voor die jongen, en dan denkt ze, oh, wat houdt die jongen veel van mij? Die wil zich helemaal aan mij geven. Ik ken hem nog wel niet helemaal. He, maar hij geeft zich helemaal, wil hij zich aan mij geven. Dan houdt hij wel heel veel van mij, hè. Als hij zich helemaal geeft met alles en nog wat. Dus ze denkt, ja, daar kan ik toch niet achterblijven, hè? Dus ze zegt ja, en ze stapt met hem naar bed. En die jongen die is een beetje handig, dus het is nog leuk ook. En lekker man. En op een gegeven moment zegt die jongen, die zegt tegen de jongen, moet je eens luisteren, hè? Een beetje lastig, hè, dat jij daar woont en ik hier. Zullen we niet samen gaan wonen? Ja, nou. Nou, op een gegeven moment doen ze dat, hè? Gaan ze samen wonen. En weet wat er dan gebeurt? Kijk, wat er nou aan de hand is, wat die meisje, dat meisje niet weet, dat is dat die jongen, die heeft zich niet helemaal gegeven, maar die heeft alleen maar een kleine stukje gegeven, joh. Alleen het kleine stukje, ik maak die los van de rest. Hier zo. En hier, wat dit betreft, daar heeft het meisje helemaal niks mee te maken, daar weet ze ook nog niks van. Maar hij vindt, daar heeft dat meisje niks mee te maken. Dus hij geeft alleen dat kleine stukje, geeft hij aan dat meisje. Meisje geeft zich helemaal. En die jongen geeft alleen maar dat kleine stukje. Het hangt nog buiten zijn lijf ook, zou je kunnen zeggen. Dat kleine stukje, dan geeft hij alleen maar dit. Snap je? Nou, maar wat gebeurt er nou? Gaan ze samen wonen? Gaan ze samen wonen? Maar ja, dan komen al die andere dingen natuurlijk, hè, die komen ze tegen. Snap je? Eerst was het alleen maar dit. Ja, als ze bij elkaar kwamen, dan deden ze dit. Maar ja, gaan ze bij elkaar wonen? Ja, dan zet hij muziek aan. En een meisje vindt verschrikkelijk die muziek. Wat die, ja, rot muziek, joh, hou je daarvan? Ja joh, niet zo zeuren, zegt die jongen dan. En dan wonen ze samen. En dan 's morgens dan gaat hij zijn tanden poetsen. En dan doet hij het dopje niet op de tandpasta. En hij knijpt de tube in het midden uit en zo. Het meisje, joh, doet die dop erop. Hè, en het eind beginnen met een heel net meisje. Oh, je zeurt toch niet zo, joh. En dan krijgen ze over alles krijgen ze ruzie. Hè, over de vrienden die hij heeft. En over de sport die hij doet. Nou ja, en die jongen die zegt, nou hier heeft het meisje niks mee te maken. Maar ja, nu komen ze natuurlijk elke dag, zijn ze samen. En hij merkt dat het meisje ook heel anders is als hij. En dan merken ze dat ze helemaal niet zo bij elkaar passen. Want dit past er geweldig natuurlijk, dat past altijd wel. Maar of dit bij elkaar past, ja dat is natuurlijk heel andere koek, hè. Dus, de jongen die zegt tegen het meisje, joh, we passen niet zo bij elkaar, hè. Nee, zat het meisje, dat valt een beetje tegen, hè? Ja, zat die jongen, die had al lang andere meiden gezien. Die denkt, nou, misschien passen die beter bij me. Dus die zegt, nou, we moeten maar ophouden. Ophouden, zat het meisje, ik heb hem helemaal aan jou gegeven. Ja, kan wel, zegt die jongen. De jongen heeft alleen maar een kleine stukje gegeven, dus je vindt het helemaal niet zo erg.
Dus die kijkt naar een andere meisje. Doei. Zegt tegen het meisje. Nou, het zit het meisje. Die heeft zich helemaal aan die jongen gegeven. Nou, en die jongen die vertrekt en ze snapt er helemaal niks van. En daarom moeten jongens en meiden moeten goed weten hoe dat in elkaar zit. Dat je die fout niet maakt. Snap je? Nou, hoe moet je nou voorkomen? Hoe moet een meisje nou voorkomen dat ze die fout maakt? Nou, dit moeten ze tot het laatst bewaren natuurlijk en niet mee beginnen. En dat is nou zo moeilijk op het ogenblik. Hè? Alle films en alle programma's en alle soapseries en alles wat je leest en zo. Dat zijn allemaal, als er relaties in voorkomen, dan beginnen ze allemaal bij het verkeerde eind. Beginnen allemaal met zoenen en met elkaar naar bed gaan. En dan lijkt het net of het normaal is, hè, dat als je een relatie begint, dat je daarmee moet beginnen. Maar er wordt tegenwoordig niet meer gezegd dat je dat tot het laatst moet bewaren. Dat je het moet bewaren totdat je gaat trouwen met elkaar. En dat je verkering is de mogelijkheid dat je elkaar leert kennen. Dan moet je hiermee bezig zijn. En dan kun je kijken of je bij elkaar past. En dan kom je het heel gauw aan de weet als je dit buiten beschouwing laat. En je begint hiermee, nou, dan kom je heel gauw aan de weet of je bij elkaar past of niet. Nou, ik had dat allemaal opgeschreven. Heb je nog van die brochures besteld? Nou, dat komt wel. Maar hier liggen allemaal een boekje, dat staat ook allemaal in. Ik heb een boekje geschreven, maar dat had ik op internet gezet. Dat boekje, hè, de inhoud, ook dit verhaal had ik op internet gezet. En toen werd ik opgebeld door een vrouwenblad, een jonge vrouwenblad. Ik weet niet, is het er nog? Viva, ken je dat blad? Ja, dat zijn jongens. Oh ja, dat zijn jongens, hè. Maar dit is een blad voor jonge dames, hè. Helemaal geen christelijk blad, hoor. Helemaal niet. Integendeel. Maar die redactie, die belde mij op, want die hadden het op internet gelezen. En die zeiden van, joh, ken jij mensen die dat toepassen? Dat dit tot het laatst bewaren, tot het huwelijk, en dat je hiermee moet beginnen? Ik zei, ja, is dat een nieuwe trend? Vroegen ze. Ik zei, nou nee, geen nieuwe trend. Maar, en toen vroegen ze, ik zei, nou, als je iemand wil weten, iemand wil interviewen daarover, moet je bij mijn dochter wezen, want die stond net op trouwen. Ja, die hadden net verkering en waren verloofd en die zouden gaan trouwen. En die passen dit toe, hè. Die zijn hiermee bezig gegaan. En dit bewaarden ze voor het huwelijk. Dus ik zei, nou, kom maar langs. We wonen in Finsterwolde, hè, helemaal Oost-Groningen. En ze zei, ja, maar geen geitenwolle sokkentypes, hoor. Nee, een leuke meid, hoor. Kom maar rustig. Dus toen was mijn schoonzoon, hè, die nu schoonzoon is, en mijn dochter, die waren het gewoon thuis. En toen kwam de redactie, een dame van dit blad, kwam naar ons toe. En die ging een interview houden. En dat vond ze zo vreselijk interessant. En daar hebben ze een hoofdartikel van gemaakt in het blad. Hier, ik zal het laten zien. En dat is niet Eva of zo. Maar echt een heel werelds blad, om zo te zeggen. Maar dat vonden ze zo apart. Wisten ze helemaal niet. Daar is nooit over nagedacht. En toen was er een man die ook bij de redactie hoorde. Die schreef iedere keer een column, hè, een stukje. En toen, 14 dagen daarvoor, had hij dat artikel al gelezen. En toen had hij daar een artikeltje over gemaakt. En daar schreef hij in dat het gekke was dat als hij een relatie begon, dan liep het altijd stuk. Hij had iedere keer, begint het goed. En aan het eind, ja, dan krijgen we ruzie. En lopen. Het is al zo vaak gebeurd. Hij zei, maar ik weet nou hoe het komt. Ik begin bij het verkeerde eind. En je leert elkaar hierdoor niet kennen. Als je hiermee begint, leer je elkaar helemaal niet kennen. Dat, je leert elkaar pas kennen als je dit bij elkaar gaat ontdekken. En daar moet je de tijd voor nemen. En die had geschreven dat hij vanaf dat moment, jongens, ik ga het anders doen. Ik ga nu, als ik een relatie krijg, zeg ik, jongens, geen gefrutsel en niet met elkaar in de bed en geen gezoen. Eerst maar even kijken of we bij elkaar passen. Of hij toegepast heeft, weet ik niet. Maar voor hem, de schellen vielen van zijn ogen. En daarom, jongens, ook bij christelijke jongens en meiden, die weten het ook niet. Die maken ook diezelfde fout. En daarom vertel ik het nu tegen jullie, dat jullie die fout niet maken. He, sowieso, je moet al lang niet aan verkering beginnen als je niet gaat trouwen natuurlijk. Hè? Want verkeringtijd, dat is echt niet om mee te spelen. Want dat is hoererij, noemen ze dat. Hè? De Bijbel noemt het hoererij, als je buiten het huwelijk hiermee bezig gaat. He, maar je moet gewoon leuke vriendschappen. Gewoon vrienden. Ik ben heel lang vrijgezel gebleven. Maar we hadden een hele vriendenkring. Jongens en meiden gingen leuk met elkaar om. He, maar alleen maar zo. He, en dit lieten we buiten beschouwing. Nou, daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar snap je het een beetje? Wel duidelijk, hè? Nou, dus dat is het eerste grote verschil. Jongens zijn de taarten en meiden zijn de schietschijven. En dat moet je weten, hè, dat je niet die fout maakt waar ik het over heb gehad. Hè?
Nou krijgen we het tweede verschil. Hè? Meisje begrijpt er ook niks van. Maar dat jongens die reageren heel sterk op wat ze zien. He, als een jongen, als hij iets ziet, he, dat zei ik net al, van die posters of zo, he, dan ja, dat trekt ze aandacht. He. Maar meisjes hebben dat helemaal niet zo. Meisjes die hebben, dat zal ik je zo vertellen hoe ik bij meisjes zit, maar jongens die hebben het heel sterk. He. En het gekke is, dat als een jongen dat ziet van een meisje, dus alles wat tussen dit en hier zit in zit, zo, he, dit, dan gaat niet, dat is heel raar, dan krijgt hij een lichamelijke reactie. Dan gaat zijn lichaam reageren. Buiten zijn verstand om. Kan hij niks aan doen. Want zo zit hij eenmaal in elkaar. Maar als hij daarna gaat kijken. Dan gebeurt er wat in zijn lichaam. In zijn lijf. Nou ja, ik kan het wel vertellen hoe dat gaat. Als er meisjes bij zijn moet ik het allemaal uitleggen. Maar ik kan het nu ook wel even zeggen. Wat gebeurt er dan? Nou, stel je voor dat dingetje waar je kunt zien dat je een jongetje bent. Hè? Ik hou niet van die vaktermen. Hè? Dus al die namen van dat dingetje. Dat begint allemaal met een P. Dat was opgelet. We wonen in België, dus ik noem hem maar Manneke P. Snap je, van Brussel, hè? Manneke, dus dan weet je wat ik bedoel. Hè? Nou, als een jongen dus kijkt naar iets wat ermee te maken heeft, het lijf van een meisje, van hier tot daar, hè, dan Manneke P. Nou, eerst dat jongetje, dat Manneke P. is, als je klein bent, kan hij maar één ding, hè? Kan alleen maar plassen, hè? Maar als je op jouw leeftijd krijgt hij een functie bij, wordt hij multifunctioneel. Dan krijgt hij ook nog een andere functie. En dat is dat hij dus hetgeen wat nodig is om een kind te verwekken, op de goede dat hij dat op de goede plek brengt. Maar ja, zo'n slap kereltje kan dat helemaal niet. Hè, een manneke P als hij slap is. Maar om dat werk te kunnen doen, dan gaat hij in de houding staan en wordt het een stevige kerel. Nou, dat weten jullie allemaal wel, hè, dat gebeurt. En dat gebeurt. Dat gebeurt dus als je naar dingen gaat kijken die dus daarmee te maken hebben. En als je daarna gaat kijken, ja, dan wil Manneke Peter aan het werk. Dus die gaat in de houding staan. Hè? Maar ja, er is natuurlijk niks waar hij mee aan het werk kan. Ja, wat gebeurt er dan? Dan denk je, ja, dan moet hij toch zijn zin hebben. Nou ja, en voordat je er erg in hebt, dan geef hem zijn zin. Dan ga je over zijn bolletje strijken en zo. En nou ja, voor je er erg in hebt, hè, dan ga je aan zelfbevrediging doen, noemen ze dat. Hè, dan wil hij zijn zin hebben. Nou ja, dat is op zich natuurlijk wel een prettig gevoel, maar je hebt er helemaal niks aan. Want als je dat eenmaal gaat doen, dus net met die seksualiteit, als je iedere keer een kind zijn zin geeft, dan wordt het een verwend kind. En het is ook met Manneke P zo, als je Manneke P elke keer zijn zin geeft, kijk, dat hij één keer zijn zin krijgt, dat is niet erg, want dan weet je tenminste hoe het werkt. Maar als je dat iedere keer doet, ja, dan wordt het net een verwend kind en dan moet hij altijd zijn zin hebben. Zo gauw als hij maar even zijn kop opsteekt, dan moet hij weer over zijn bolletje gestreken worden. En, dan, nou ja, van, en op een gegeven moment dan kun je niet meer ophouden daarmee. Nou, dan ben je verslaafd. En dan maakt hij dan worden alle beslissingen onder de gordel genomen, om zo te zeggen. Nou, dat is heel stom. Nou, ik ben er zelf aan verslaafd geweest. Gelukkig, ik had een keer van Luther gelezen. Luther, hè. Toen hij trouwde, had hij twee keer in de week had hij seksuele gemeenschap met zijn vrouw. En toen ik aan zelfbevrediging begon, dacht ik, nou, dat moet ik dan ook maar doen. Twee keer in de week, niet meer. Twee keer in de week maar. En daardoor ben ik wel aan verslaafd geraakt, maar niet zo heel erg eigenlijk. He, dus ik had dat aardig in de hand. En toen ik echt tot geloof kwam, he, toen ik op de goede weg kwam, he, waar ik in het begin over heb gehad, he, toen vroeg ik aan, dan denk je, ja, wat moet ik daar nou toch mee? He? Ik deed het al jarenlang zo. En ik denk, nou ja, je moet je neus hok snuiten en zo, dus waarom zou ik dat niet doen? Weet je wel, zo dacht ik dan. Maar toch had ik een raar gevoel bij, want je gaat er allerlei dingen bij fantaseren als je dat doet en zo, anders is er niks aan. Hè, dus toen wilde ik echt voor Jezus leven en voor God, voor de Here. En toen dacht ik, ja, is het nou goed of is het nou niet goed? Nou, toen had ik wel in de Bijbel al gelezen dat alles wat goed is, hè, God die heeft alles geschapen, heeft hij ook geschapen, met seksualiteit heeft hij ook geschapen. He, maar als het goed is wat je doet, dan moet je er God zegen over vragen. Dan mag je zeggen, Heere, wilt u het zegenen? En dan wordt het geheiligd, dan hoort het ook bij God. Dat doe je met eten ook zo, he. Dan ga je altijd bidden voor je eten. Dat betekent dat je dan hoort het ook bij God. Dan is het samen, dan hoort het bij Gods koninkrijk. He. Dan mag je het samen met God doen. Ik denk, nou, dat moet dan ook. He, als het goed is, dan kan ik ook God zegen erover vragen. Ken hem in al je wegen, betrek hem bij alles wat je doet. En dan maak je pad recht, dacht ik. Want in de Bijbel staat niet dat je geen zelfbevrediging mag doen, want dat deed ze vroeger niet.
Ja, dat had ook, ja, daar had je geen internet en al die toestanden had je toen helemaal niet. En van die posters. Dus jongens, die deden dat helemaal niet. Maar ja, tegenwoordig wel natuurlijk. Dus ik denk, ja, is nou goed of is niet? Ik doe er niemand kwaad mee, dus wat doe ik nou? Ik denk, nou weet je wat, dan ga ik ervoor bidden. Ja, dus toen wou ik het een keer gaan doen. Denk net als met eten. Toen vroeg ik God zegen erover. Heren, wilt u het zegen wat ik nu ga doen? En toen was het weg. Ik denk, hé, dat is raar. Hoefde dat niet. Nou, een tijd later, weer. Dan ging ik ook maar weer bidden van, heren, wat denkt u ervan? Dan was het weer weg. En drie keer toe, en toen dacht ik, nou, het hoeft niet meer. En vanaf dat moment, dus, toen was ik 27 al hoor, heb ik het nooit meer gedaan. En ik ben tot mijn 39ste jaar ben ik vrijgezel geweest. Ik ben heel lang vrijgezel gebleven. Maar ik heb het nooit meer hoeven doen. En ik heb ook geen puisten gekregen of zo. Of ik heb geen frustraties of zo. Ik denk, nou, misschien ben ik een beetje onderontwikkeld wat dat betreft. Maar ja, toen gingen we trouwen. Toen bleek ik goed te functioneren. Dus dat was ook het probleem niet. Maar het was gewoon dat de Heer, die gaf me de genade om het niet meer te doen. Dus ik kon het helemaal tot rust brengen. Al die tijd. En gelukkig, want dan ga ik ook nog even vertellen waarom het zo belangrijk is dat je dat ook doet. He, maar zo werkt dat dus. He, dus dat jongens die reageren heel erg op wat ze zien. En elke keer als ze dus dit soort dingen in het oog krijgen en ze gaan er naar kijken, ja, dan krijg je dat weer. En dat is nog, en, ja, dat is nog vervelend eigenlijk, moet je kijken. Wordt het al te veel? Nee toch, hè? Nee, kan wel, hè? Nou, moet je kijken. Ik vertel wel eens tegen kleinere kinderen ook, hè, van hoeveel gaten heb je in je hoofd? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gaten, hè? Dan komt van alles naar binnen. Eten door je mond. Is het bedorven wat er in je mond komt, dan spuug je het uit. Ja, maar als het lekker is, het kan ook wel bedorven zijn. Hè? Dan slik je het door, maar wat gebeurt er dan? Dan word je misselijk. En dan ga je het uitkotsen en zo blijf je gezond. Nou, als er iets door je neus naar binnen gaat, met stof of zo, of het stinkt. Hè? Dan ga je niezen en komt die rommel in je keel. Dan ga je hoesten en komt het in je luchtpijp. Dan ga je rochelen en komt nog verder. Nou ja, dan... Ja, maar zo blijven je longen schoon. Het is allemaal filtertjes, hè? Trilhaartjes en slijm en snot en zo, om al die rommel tegen te houden. Maar, dan komt er ook wat door je ogen naar binnen. Zo. En ook door je oren komt er van alles naar binnen. Waar gaat dat naartoe? Weet je dat? Waar gaat dat naartoe? Ja? Ja, het komt in je geheugen. Dat bedoel je misschien ook wel, hè? Geheugen. Dan komt het in je geheugen. Nou, als het er één keer in je geheugen komt, wat is het met een computer? Één keer komt het erin, komt er 1000 keer weer uit. En als het smerig is wat je ziet, of verkeerd, ja, dan iedere keer als het weer naar boven komt, hè, dan heb je het één keer gezien, maar elke keer als het weer in je gedachten komt, krijg je weer precies hetzelfde. Manneke Peter gaat weer in de houding staan, wil je weer zijn zin hebben? Nou, in het begin vind je het wel leuk dat je er nog weer aan kan denken. Maar op een gegeven moment denk je, ach jongen, ik wil het wegstoppen. Hè? Maar elke keer als het in je geheugen komt, iedere keer komt het weer terug. Op ongelegen momenten. Heel vervelend is dat. Dan denk je, ja nou, ik vergeet het wel weer. Ben je het dan vergeten? Nee, dan komt het in je onderbewuste. Bewuste. Zo. Kijk, en dan ben je het wel vergeten, dan kun je er niet meer aan denken misschien, maar dan kom je ergens, hoor je hetzelfde stukje muziek weer, en dan komen al die herinneringen weer boven, dat je voor het eerst die muziek hoorde. Of je komt in het ziekenhuis en ruik je die lucht weer. En dan heb je als kind ook al in het ziekenhuis gelegen, en dan ben je het vergeten, maar dan komt al die herinneringen weer boven. Dus er is een beetje weggezakt, maar het zit er nog wel. Maar als dat ook niet meer gebeurt, hè, omdat je dingen hebt weggestopt, dat kan hè, dat je bijvoorbeeld als kind heb je wel eens in een lift gezeten, en dat ding dat bleef staan. Dan heb je een half uur in het donker gezeten in de lift. En je was zo vreselijk bang. En daar wil je nooit meer over denken. En nooit meer over praten. En dat ging je toen wegstoppen. Dan ga je het verdringen. Is het dan weg? Nee, dan zit het in je onbewuste. Onbewuste. En wanneer komt het wel terug? In je dromen bijvoorbeeld. Hè? Of als je dus in zo'n lift hebt gezeten, dan is het allemaal weggestopt. Maar iedere keer als je weer in een ruimte komt, een beetje een kleine ruimte, krijg je, dan word je weer bang. En je denkt, waarom ben ik nou bang om in een kleine ruimte te zitten? Claustrofobie heet dat. Dat komt doordat het in je onbewust is er iets gebeurd vroeger, wat je niet meer weet, maar wat er wel zit. Snap je? Dus alles wat er in je hart, dat is je hart, hè, dit, je hart. Dus alles wat er in je hart komt, ja, probeer dat dan maar weer eens uit te krijgen, probeer het maar te wissen.
En alles wat er in je hart zit, dat heeft een grote invloed op je gevoel. Op je gevoel. En alles wat je voelt, dat heeft ook een grote invloed op een gegeven moment op je daden, op wat je doet. En daarom zei Salomo ook al, hè, dezelfde Salomo als van, ken hem in al je wegen. Zegt, bewaar je hart boven alles. Boven al wat te bewaren, want daaruit komt alles voort. Dus wees zuinig op je hart. He, dat je uitkijkt, ja, ja jongens, maar hoe kan ik nou zuinigen? Is het al te veel jongens? Wordt het al een beetje te veel? Nee, dat kan wel hè. Nou, 12 uur ophouden? Meen je dat nou? Och mens. Nou, ik ga het door dat ik op moet houden dan. En dan moet je de rest maar in het boekje lezen. Ja. Nou, dus wat, dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Er is gelukkig een verschil tussen zien en kijken. En een heel groot verschil tussen horen en, nou zeg het eens, luisteren. Wat is het verschil? Weet je wat het verschil is? Als je iets ziet, dan kun je niks aan doen. Ik zie ook van alles. Maar als ik niet naar ga kijken, dan gaat het ene oog in, andere oog eruit. Dat komt niet in je geheugen. Maar als je gaat kijken, dan kies je ervoor. Dan komt het, ga je downloaden en dan komt het in je hart. En dat moet je leren. Dat als je die dingen allemaal ziet om je heen, hè, en bij anderen op iPods en zo, en het komt op televisie of weet ik wat, waar je per ongeluk ziet. Jongens, niet kijken, wel zien, maar niet kijken. En dat komt niet in je geheugen. Jongens, dat heb ik ook moeten leren, al die jaren. En het werkt. Gelukkig. En alles wat er al in smerigheid in zit, in je hart, dat moet je iedere keer als het naar boven komt borrelen, moet je zeggen, ken hem in al je wegen. Hè? Ook dat. Dan betrek je God erbij. En vertel het tegen de Heer. En dan gaat hij het reinigen. Dat duurt even hoor, voordat je hart weer helemaal schoon is. Hè? Maar dan krijg je een rein hart. Dat is normaal voor een christen, voor een jongen die Jezus volgt, die de Heer volgt, heb je een rein hart. Gelukkig. Hè, tot in je dromen toe werkt dat. Hè, dus je moet vrede houden, staat er ergens met iedereen die de Heer aanroept vanuit een rein hart. Dat is heel normaal, dat je een rein hart. Dan moet je naar zoeken hoor, dat je zegt, Heer, ik wil een rein hart hebben, want daaruit komt alles voort. Alles wat ik doe, dat heeft alles te maken met wat er in mijn hart zit. Snap je? Nou, een meisje, dat hebben we net gezien. Hè, die wordt, er zijn nou, hoe werkt het bij een meisje dan? Als een jongen die wordt heel erg beïnvloed door wat hij ziet. Niet alleen in het echt, maar ook met plaatjes en cartoons, hè. Dat snappen meisjes helemaal niet, hè? Dat een jongen helemaal in alle staten kan raken door cartoons. Hè? Er is een tijdschriftje, geloof ik, hè? Het heet Rode Oortjes. Dat zijn allemaal smerige stripverhaaltjes. Hè? En dan denken de meisjes en de moeders, die denken als ze dat in de leesmap of zo, als er zo'n ding terechtkomt. Nou, dat is niet zo erg, dat zijn maar plaatjes. Nou, mooi niet, want het werkt net zo erg als dat een jongen dat in echt zou zien. Hè? Dus dan moet je ook heel verzellig zijn van. He, dat een jongen zo sterk reageert op wat hij ziet. He, dat niet kijken, wel zien misschien, maar niet kijken. Nou, hoe wordt een meisje nou? Nou, dat heb je net al een beetje verteld. He, die raakt opgewonden door aanrakingen. Door aanrakingen. Want een huid van een meisje is veel gevoeliger als van een jongen namelijk. En daarom moet een jongen uitkijken met wat hij bij een meisje doet. He, dat geknuffelen en zo. He, dan moet hij mee uitkijken, want daar wordt een meisje, die krijgt dus die gevoelens en daar ben jij verantwoordelijk voor dan. He, maar dat moet ik met de meisje meer uitleggen dan. Nou, even kijken, wat moet ik nog meer vertellen joh, in een korte tijd. Hè? Goed, nou ik zal even kijken op mijn lijstje, wat nog belangrijk is. Ik zal even vertellen, in een kamp hadden we een jongen met fluwelen handen. Weet je wat dat betekent? Het was een jongen met fluwelen handen. Nou, die wilde al die meisjes wilde die veroveren. Hè? En wat deed hij dan in dat kamp? Dan ging hij naast een meisje zitten die hij nog niet gehad had. 'S morgens, hè, aan het ontbijt ging hij kijken welk meisje. Oh ja, ging hij ernaast zitten. En wat hij dan deed? Dat deed hij zo, hè, dan stond daar de pindakaas. En dan zei hij tegen het meisje, hè, die ernaast zat, hè, die zat hier. Hè, van zijn, joh, geef me de pindakaas. Nee, dat zei hij niet. Wat hij dan deed? Dan legde hij zo de arm over het meisje heen. En dan met zijn lippen bij haar oor zo. En dan met zijn lippen tegen haar oor aan. En dan zei hij, geef even de pindakaas. En dat meisje vond het zo heerlijk. Hè? Die meisjes werden allemaal verliefd op die jongen. Gewoon omdat die jongen had fluwelen handen. En die,
Doordat hij dat meisje aanraakte op de oren, want een meisje is heel gevoelig voor aanrakingen. En die meisjes die raakten allemaal, ja, dat die seksualiteit begon te werken bij die meisjes. Niet dat hij met die meisjes naar bed ging in dat kamp, maar hij vond het gewoon al leuk dat al die meiden verliefd op hem werden. En toen hij wegging naar huis, aan het eind van het kamp, stonden al die meisjes stonden bijna te huilen. Nee, wat zo'n heerlijke jongen was dat. Nou, zo gemeen, hè. Dus dat moet je nooit doen, hoor. Nou. En dan is dit ook nog een groot verschil. Dat jongens zijn van het begin af aan, hebben ze al die gevoelens vanzelf. Hè, want dat heb je gewoon. Je hebt gewoon die gevoelens. Als je naar die dingen kijkt, dan komt een gevoel. Dus daar moet je mee om leren gaan. En je bent dus seksueel actief als jongen. En ook als je dus op een leeftijd komt, hè, dat je dat spul wat nodig is om een kind te verwekken, als je dat gaat aanmaken, op een gegeven moment is het vol en dan moet je het kwijt. En dan raak je het kwijt. En dat is ook een heel prettig gevoel. Hè, dat noemen ze natte dromen en zo. Dat krijg je dan op een gegeven moment. Hè. En dus een jongen die weet al die gevoelens, die kent hij. Maar een meisje niet. Een meisje die heeft dat gevoel helemaal niet. Ja, maar als ze voor het eerst menstrueert. Weet je wat menstrueren is? Weet je? Nou, mijn dochtertje, die was geloof ik een jaar of 4, 5. En toen was mijn vrouw aan het schoonmaken. En toen viel er maandverband uit de kast. Maandverband. Ja, het waren van die staafjes. Inwendig maandverband heette dat. He, die staaf viel op de grond. En toen zei mijn dochtertje, mam, wat zijn dat? En toen zei Jammie van, nou, dat zal ik je later eens vertellen. En dat hoorde ik. Ik zei, joh, moet je dat vertellen hoor. Want ik heb mijn vader ook wel eens wat gevraagd. En die zei ook toen, van ik zal het je later wel eens vertellen. Ik heb mijn vader nooit meer wat gevraagd. Oh, nou, doe jij het dan maar, zei ze. Vertel jij maar wat dat is dan. Nou, en toen ben ik gaan fietsen met mijn dochtertje. Die zat voorop op mijn fiets. Hè, en we waren net aan het behangen toen. En toen vertelde ik tegen haar, joh, waarom, weet je waarom dat we aan het behangen zijn? Ja, dat oude behang is vies, hè, moet nieuw behang op. Ik zei, ja. Maar weet je, moet je kinderkamertje ook behangen worden? Ja, natuurlijk, mijn kinderkamer moet ook. Ik zei, weet je dat je ook een kinderkamertje hebt in je buik? Een kinderkamertje in mijn buik? Ik zei, ja. Waar kindertjes gaan groeien later. Oh. Zeg, en weet je wat het is? Als je dan, nu is het nog een heel klein kinderkamertje hoor. Maar als je 12 bent, of ouder of jonger, bij de ene is het vroeg en dan laat. Hè, dan wordt het groter. En dan wordt het klaargemaakt dat er een kindje in kan groeien. Als je getrouwd bent. Oh. Ik zeg, en dat kinderkamer moet ook iedere keer behangen worden. Je krijgt elke keer een nieuw behangetje. 1 keer in de maand krijgt dat kamertje een nieuw behangetje. Zeg, maar het behang, dat oude behang, dat is natuurlijk niet van papier. Maar dat is allemaal, ja, in je lichaam, allemaal velletjes en bloed en zo. En het gaat op dezelfde manier, gaat het je lichaam uit als dat je naar de wc gaat, hè. Maar wel een smeerboel natuurlijk, hè, een beetje bloederig. Kijk, en daarom heeft mama, die heeft dat maandverband. Hè, dat vangt die rommel op. Dan wordt het geen smeerboel. Oh, zegt ze toen. En zegt, maar doet het dan niet zeer als je een nieuw behangetje krijgt? En toen zeggen ze, ja, sommige meisjes worden chagrijnig dan, hè. Of doet al zeer. En dan vinden ze heel vervelend en niet leuk. Oh, als mama dan chagrijnig is, krijgt ze een nieuw behangetje natuurlijk. Dus elke keer dat mijn vrouw chagrijnig was, zei ja, krijg ze zeker een nieuw behangetje. He, nou, dat is voor een meisje, als dat voor het eerst gebeurt, krijgt ze niet die lekkere gevoelens bij. Het is dus een meisje die blijft, als er niks gebeurt, dan haar seksualiteit blijft slapen, om zo te zeggen. Totdat er iemand is die haar die nieuwe belevingswereld binnenleidt op een goede manier. En hopelijk is dat dan die jongen met wie ze mag gaan trouwen, met wie ze getrouwd is of met wie ze trouwt. En er zijn we hebben het al meer dan 1 keer meegemaakt, dat er een meisje of een vrouw, een hele mooie vrouw, naar me toe kwam, toen ik het ook aan volwassenen had verteld, dit verschil. En ik kwam naar me toe en zei, weet je wat ik nou zo spijt van heb? Dat ik mijn man dat niet heb gegund. Dat hij mij in die hele nieuwe belevingswereld mocht binnenleiden. Dat hij me de eerste zoen mocht geven. Want dat heb ik al zo vaak meegemaakt met anderen. En dat is niet zo leuk meer voor mijn man. En er is nog een ander punt. Dat als je als meisje dat beleeft voor het eerst. Degene die dat voor je doet. Dan krijg je een hele sterke band mee. Liefdeslijm heet dat. He, wij hebben het meegemaakt. Maar ook heb je wel van loverboys gehoord? Jongens die maken daar misbruik van. Marokkaanse jongens vooral. En die kijken naar meisjes die nog niks hebben meegemaakt. En die zoeken dan zo'n meisje uit. En daar gaan ze mee zoenen. En die proberen ze dan haar seksualiteit op te wekken. En dat meisje krijgt een hele nieuwe belevingswereld. En dan gaat ze zich heel erg hechten aan die jongen die dat bij haar doet. En die band wordt zo sterk
Dat die jongen die kan er misbruik van maken. En die kan het meisje maken en breken. En die laat er zelfs haar lichaam verhuren aan anderen. Gewoon om geld te verdienen. En dat meisje komt er niet onderuit. Zo sterk is die band geworden. En daarom, als degene die een meisje die nieuwe gevoel geeft, hè, dan krijg je een sterke band mee. En als jongen moet je dat weten, dat je daar goed mee omgaat. Dat je zegt, jongens, dat bewaar ik, hè, voor degene die het waard is. En voor wie ik verantwoording wil dragen ook. Nou, het is al tijd, hè? Jongen, gaat het hard, hè? Had u nog meer willen horen eigenlijk? Kun je het allemaal een beetje volgen? Nou, in het boekje wat je krijgt, staat de rest. Moet je maar denken. Jammer dat ik niet meer kon zeggen. Ja, maar ik had nog veel meer willen zeggen tegen jullie. Maar dat, ja, dat kan dan niet. Jammer genoeg. Dus volgende keer moet ik anderhalf uur hebben, maar... Hè. Ja, ga je nog vragen? Hoe zei dat filmpje zou inkomen? Ja, oh ja, dat zou ik even opschrijven. Dat is goed dat je het zegt. HTTP, dubbele punt. En dan is dit mijn naam. Baar, Sun. En dan kom... En dan een slash. En dan 3-star. Zo. En het leuke is, dat heb ik ook. Ik heb al 2 eerder een workshop gehouden. Een maand geleden. Die staan er ook op. Dus hetgeen wat ik nu niet kon zeggen, dat kun je dan op die andere nog even bekijken. Als je het zou willen. In november was dat. In november was dat. Maar als je dit intikt, dan kom je vanzelf, kom je ze allemaal tegen. En dit, dat duurt ongeveer aan het eind van de week, komt deze erop te staan. Goed? Jongens, en nou is mij gevraagd om nog even een tekst te lezen voordat we gaan eten. Dat gebeurt altijd hier, hè? Dat je bidt voor je eten. En ja, daar zijn ook leuke dingen over te vertellen, over seksualiteit ook. Hè? Maar dat zal ik dus niet doen. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we, wil ik een zegenbede wil ik voorlezen, die voor jullie bestemd is. Dat voor jullie bestemd, denk ik. En voor ons allemaal eigenlijk, hè. En er staat dit in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. Moet je maar luisteren, hè? Moet je goed luisteren. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Een rein hart geven. En mogen uw geheel oprechte geest, ziel en het lichaam onberispelijk bewaard te worden. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. He, dus dat jullie toekomst zal zijn. Hij die je roept is getrouw. Hij zal het ook doen. De Heer wil wel. Als jullie ook. He, als je het willen en het werken in je werk. Dan moet je maar kijken. Dan doet het bij jullie ook. Het zou leuk zijn als jullie nou echt hiermee beginnen. Wat ik in het begin heb gezegd. Dat je zo gaat leven met de Heer. En dan, jongens, wat er dan gebeurt met jullie is onvoorstelbaar hoor. Dan wordt je leven niet bedorven. Maar dan gaat de Heer met jullie allemaal. Heeft hij een plan. En dan gaan er zulke leuke dingen gebeuren. Een plan wat precies bij je past. Want dat wil hij graag. Hè? Hij wil jullie allemaal ook een nageslacht geven van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen die allemaal de Heere vrezen. Maar dan moet je wel goed beginnen. En laat de duivel niet de kans krijgen dat hij jullie al van het begin af aan op het verkeerde pad brengt. Hè? Zo even stil zijn. Dat, zeg maar even tegen de Heer wat je op je hart hebt. Hè? Dat, in stilte kun je even wat tegen de Heer zeggen nu. Hè? Zal ik even stil zijn en dan zal ik afsluiten met gebed en dan bid ik gelijk voor het eten. Goed?